NAC is bezig aan het beste seizoen sinds 2002-2003, toen de Bredana's vierde werden. In de huidige jaargang staat de ploeg van Ernie Brands op een gedeelde tweede plaats en wachten in de kwartfinale van de KNVB-beker de amateurs van Kickboys. Het gaat NAC dus allemaal voor de wind, maar hoe lang houdt de parel van het zuiden dat vol? Brands vindt in elk geval dat zijn ploeg momenteel boven zijn stand leeft. Nou, ik denk dat we wel iets te hoog staan voor hetgeen wat wij in huis hebben, maar je ziet gewoon dat je met een goede organisatie en toch dat de spelers weten wat ze wel en niet kunnen, dat je toch heel ver kunt komen. Ja, die 1-0 of 8 keer 1-0, dat doet Italiaans aan. Heeft u een cursus Italiaans ook gegeven op de training? Ciao, zeg ik wel. Ciao. Nee, maar dan tegen de tegenstander. Wij spelen niet alleen Italiaans. De graafschap. Dat is een beeld dat ontstaat dan als je zo vaak met 1-0 wint. Juist. Hoe kan dat dan? Juist. Ja, maar dat bedoel, wij scoren ook vrij moeilijk. Maar we creëren elke wedstrijd creëren veel kans. Als je ziet in de graafschap, de tweede helft bij de graafschap, dat we gewoon heel dominant zijn. Dat we het beste van het spel hebben en dat we gewoon meer moeten scoren. Dat gebeurt dan niet, maar dan is uiteindelijk 1-0 is dan voldoende. En dat weten wij heel goed, die voorsprong kunnen we heel goed over de streep trekken. NAC heeft al 7 wedstrijden op rij gewonnen en de laatste 5 wedstrijden bleef de ploeg zelfs zonder tegendoelpunten. Dat kan haast geen toeval meer zijn. Nee, tuurlijk niet. Ja, we zitten in een bepaalde flow en ja, iedereen weet wat hij moet doen en wat hij niet moet doen. De juiste spelers staan op de juiste plaats. Ja, dan zie je gewoon als je de spirit goed is, de team spirit, dat je heel ver kunt komen. Ja, misschien een beetje flauw om te zeggen, maar zou het ook wat te maken kunnen hebben met het feit dat u te horen heeft gekregen dat het contract niet verlengd wordt? Dat een soort extra prikkel is voor de spelersgroep? Nou, dat weet ik niet. Het is in ieder geval zo. Ik heb pas 1 februari te horen gekregen. En daarvoor hadden we ook al onder andere de beker tegen Ajax zat er ook nog bij. En hadden we ook al 4 wedstrijden gewonnen. Dus. Ja, maar het zwaard van Damocles, dat hing er toen wel al een tijdje boven. Die onduidelijkheid, die was er toen al wel even. Nou, het is in ieder geval zo dat de teamspirit dan heel tijd goed is. Dus ik denk niet dat dat alleen van invloed is geweest. Het wordt wel met de week raarder, hè? Op deze manier. Elke wedstrijd dat er gewonnen wordt, wordt de situatie gekker eigenlijk dat hij weg moet na dit seizoen? Nou, nee, voor mij niet. Ze hebben beslissing genomen en mijn contract wordt niet verlengd. Ik hoef niet weg. Er wordt steeds gezegd, ik moet weg, want mijn contract wordt niet verlengd. En, komt toch op hetzelfde neer? Kijk, en ik doe gewoon mijn best en ik probeer zo goed mogelijk afscheid te nemen. En gewoon voor mijn cv is het gewoon natuurlijk heel goed om ja, toch een prijs in de wacht te slepen, want we zitten nog in de beker. En Kickboys uit. Dat moet normaal gesproken. Als wij in normale doen zijn, moet dat een ronde verder zijn. Nou dan loont al heel snel eventueel de finale. Ja. Dus dat kost de weg naar Europees voetbal. Het zou wat zijn, afscheid met een prijs. Ja, tuurlijk. Dat is altijd prettig. Maar als Brands met NAC een prijs kan pakken, waarom kan hij daar niet langer blijven? Ze hebben gezegd dat ze niet met me doorgaan. Ik kan me niet voorstellen dat ze terugkomen op hun besluit. Dus. Nou ja, wat dat betreft zal de boek wel dicht zijn, ja. Maar als NAC de finale haalt, misschien de beker wint, hoog bij de eerste 5 eindigt, gaat spelen om Champions League play-offs, dat ze dan denken, nou, misschien hebben we het verkeerd, zou kunnen, hè, dat mensen blijk geven van verkeerde inschatting. Dat zeggen van, nou, misschien willen we Brands toch wel houden. Wat zegt u dan? Nou, dat weet ik niet. Daar ben ik niet mee bezig. En dan moet je aan hun vragen. De volgende ploeg die aan de zegenkar van NAC gebonden moet worden is Ajax, dat zondag op bezoek komt in het Radverlegstadion.